Ziekte, zonde of sabotage. 29 oktober. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. 2 Korinthe 12, vers 8. Iedereen die werkelijk uit het geloof leeft en in alles Gods eer en het heil van de naaste op het oog heeft, is als een christen die naar een dorp gaat waar een ernstige ziekte rondwaart. Het lijden dat je overkomt hoort bij de prijs die je moet betalen voor een leven in gehoorzaamheid op de plaats waar God je roept. Als we ervoor kiezen om Christus te volgen, welke weg hij ook wijst, dan aanvaarden we daarmee ook alles wat in Gods soevereine voorzienigheid op ons pad komt. Al het lijden dat op ons afkomt in de weg van gehoorzaamheid is dus lijden met en voor Christus. Of het nu om kanker gaat of om een conflict. Het is een keuze. We gaan uit vrije wil de weg van de gehoorzaamheid waar het lijden ons overkomt en we mopperen niet op God. We bidden misschien, net als Paulus, of hij het lijden wil wegnemen, 2 Korinthe 12 vers 8. Maar als dat niet zijn wil is, aanvaarden we het uiteindelijk als de prijs die we moeten betalen om de weg van gehoorzaamheid en discipelschap te kunnen gaan. De weg die naar de hemel leidt. Voor al het lijden waar we op het pad van de christelijke gehoorzaamheid mee te maken krijgen, of het nu vervolging, ziekte of een ongeluk is, geldt dat het ons geloof in de goedheid van God op de proef stelt en dat het ons ertoe verleidt om de weg van de gehoorzaamheid te verlaten. Daarom getuigt elke overwinning van het geloof en elke keer dat we in gehoorzaamheid volharden van de goedheid van God en de grote waarde van Christus. Of we nu worden bedreigd door ziekte, Satan, zonde of sabotage, al het lijden dat we, op welke manier dan ook, te verduren krijgen op de plaats waar God ons roept, is daarom lijden met Christus en voor Christus. Het is lijden met Hem in die zin dat het lijden ons overkomt terwijl we door het geloof met Hem wandelen. En in de zin dat we het lijden aankunnen in de kracht die we ontvangen doordat Hij onze medelijdende hoge priester is. Hebreeën 4, vers 15. Het is lijden voor Hem in die zin dat het bewijst dat we ons afhankelijk weten van Zijn goedheid en kracht. En in de zin dat het laat zien hoeveel waarde Hij heeft als de beloning die alles helemaal goed maakt. Je luistert naar Onwankelbare Vreugde. Een dagboek van John Piper door geloofsterusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl.